Weer allemaal nieuwe maatregelen, dus we zijn weer een beetje terug bij af. Ik doe niet meer mee. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio. Ik ben vandaag vooralsnog alleen. En ik heb een bijbaantje. Oude liefde roest niet, dus ik ga pizza's bakken op de pier en ik neem jullie vandaag mee. Zo, dit is een beetje mijn pakje hier, maar een extra dikke jas aangetrokken, want het is hartstikke koud. Het is wel echt mega slecht weer. Echt heel slecht weer. Dit is een beetje waar ik zo dan sta. Een barretje en zo. Superleuk. Ik heb er nu toevallig één pizzatje in liggen. Wow. Lekker. En hier bolletjes. Dus ik zal zo meteen even een pizzatje gooien. En ja, het zal een rustig dagje worden, denk ik. Maar ik vermaak me wel. Heb ik versterking. Arabella. Hallo. Dat is mijn collegaatje. En daar zijn weer andere collega's. En daar heb je de grote baas. Even lekker pizzaatje eten. En ja, ik heb ananas op mijn pizza. Nou, kom maar op met het commentaar. Hoppie. Nog niet zo zin om wakker te worden. Nou, zoals jullie gezien hebben, skippen een D naar voren en naar achter gaat moeilijk. We hebben gisteren de pizza's gebakken en vandaag is het zaterdag. Ik ben lekker alleen met Jessie. En ik wilde gaan zwemmen, maar meneertje wordt niet wakker. Misschien als we nog een dijtje open doen. Klein slaapkoppietje. Hij houdt zo van slapen, deze man. Hé? Deze man houdt zo van slapen. Lekker zwemmen met z'n tweeën? Nee. Nu? Ja, nu? Lekker bammetje, hè? Vind je het leuk? Ja? Leuk, hè? Ja, en de glijbaan. Glijbaan en de bal. Dit gaat hier niet goed, hè? Hier wel, oké. Ja, vast houden. Op. Papa filmen. Van de glijbaan. Van de glijbaan? Van de glijbaan. Maar zitten. Nee. Zitten. Juist. Wat een vent. Dat is leuk, hè? Papa.
Ja, we skippen lekker door de dagen heen. Het is alweer zondag en vandaag is het opruimdag en schoonmaakdag. Maar morgen komt de fotograaf voor Funda. En dan hopen we dus deze week ons appartement op Funda te knallen. Het is weer tijd om alle speelgoedjes een beetje uit te zoeken. Ja, op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat... Ja, die is wel heel leuk, hè? Dat er heel veel dingen niet meer gebruikt worden. En die hele kist ligt vol. Ja. Zo, we hebben weer een beetje het een en ander uitgedund. Moeder is er ook weer gezellig bij. Tuurlijk, altijd als ik jou voorstel, dan ga je krom staan. Oh, hallo. Mojo is te wacht. Mojo. Mojo. Daar is Mojo een beetje doof aan het worden. Zo, ja, gisteren ook weer vechten met Reggie. Oh nee. Ja. Nee, dat is echt gewoon met het idee van er ligt eten of zo. Nou. Wil je nog koffie? Ja, dat vind ik nog niet. Zet maar klaar. Oh, we zijn bijna. Klaar, alles is schoon, de ramen zijn gedaan. Moet ik die daar liggen? Nee, die doe ik zo weg. Zo. We hebben nog wat geschilderd. Poeka. Hey. Hi. Hi. Oh ja, en we zullen ook even laten zien. Wat deze jongen vandaag dus even voor het eerst heeft gedaan. En de daddy hero moment. Kijk dan. Tja. En nu? Dit is een probleem. Nou, we have a problem. Hoe ga je er nou af dan? Op je billen? Op je billen. Op je billen? Ja, en dan mag je alleen hier eraf. Alleen hier. Beter, ik kan gaan je draaien. Ga maar draaien. Weet je nog? Hallo? Boefie! Nee, met de zakken aan de. Oh! Godsamme, jullie. Zo. Nou, wij schrokken ons dus echt helemaal de tandjes. Maar, reflex hallo, van daddy. Hallo, mannetje reflex. Van de radio. Hè? Hallo, hallo, gezondheid. Mannetje van de radio. Hallo, hallo, hallo. Contact B2, B2, 1 hier. Kom eens uit voor de meldkamer. Zo, nou. Dus dit is ook nog gedaan. Moeten we nog even een goed lampje. Die wel hierbij hoort. dit helpt dus helemaal niks. Doen. Doen we het even. Op deze manier. Morgen gaat dus dit dekbed erop. Die ga ik dan nog strijken. Ja, en dan hopelijk krijgen we een mooi resultaat aan foto's. Dit is ons uitzichtje. Hartstikke leuk vanuit de slaapkamer. Ik dacht, we worden weer verwend. Jullie eten toch geen koek of zo? Mmm. Ja. Hey, maar nu jullie hier toch zitten. Enak deze, enak. Enak? Lekker. Enak. Lekker. Ja, nu jullie toch zitten, wil ik eigenlijk nog iets vragen, want wanneer weten wij eigenlijk nog niet? Wanneer? Maar voor het huis en zo, gaan we misschien trouwen op een iets wat eenvoudigere wijze. Weten we nog niet helemaal precies, hoor. Leuk. Ja. En dan komt het feest komt wel later. Ja. Maar ik
Ik vind jullie heel fijn om mee te praten. En jullie zijn er altijd voor mij. En ja, ik zie jou dus echt wel als mijn bonuspapa. Dankjewel. Ja, nee, jij bedankt. Ik vind echt wat jij voor mij betekent, dat doet me gewoon heel veel. En dat zal ik de rest van mijn leven bij me dragen en hopelijk ook doorgeven. Want ja, de lessen die wij hebben besproken altijd zijn gewoon... Ja, die gaan me bijblijven. En daarom zou ik willen vragen of dat jullie mijn getuigen willen zijn. Zeker. Echt waar? Ja. Ja, ja, graag. Ja, dankjewel. We zitten met een cake. Natuurlijk, jongen. Hartstikke leuk. Jullie zijn toch mijn beste vriendjes? Ja. Leuk hoor. Kei leuk. Ja, wil je dat? Ik vond het weer een mooie dag vandaag. We hebben heel veel gedaan. We zijn er klaar voor vanmorgen en we zijn moe. We zijn er moe van. Het is een drukke dag geweest. Hè? Ja. Ik heb nu al geen rug meer over. Het is een beetje rug dan? Nou. Last van je rug? Ja. Ja, dus tijd om lekker horizontaal te gaan liggen. Leggen. En liggen leggen. En dan, ja. Gaan we morgen kijken hoe het allemaal ontvangen wordt. Ben benieuwd. Ja. Wat zij ervan vindt. En dan, 3 dagen of zo was het, hè? 3 of 4 dagen, dan staat het op Funda. Dat is goed, wel. Als alles goed loopt. Zenuwachtig! Zenuwachtig! Nou, wel rust, jongens. Tot morgen. Een hele goede morgen. Het is vandaag de dag dat de fotograaf gaat komen, zodat we de foto's van het huis op Funda kunnen gaan zetten. Dus het is nu 8:45 en ik ben alvast even de laatste dingetjes in orde aan het maken. Voordat ik Jesse Silver uit bed ga halen. En zodat ik dat even rustig kan doen. Ik ben ook begonnen met de slaapkamer. Ook een hoop dingen alvast opzij gezet. Zodat we dat eigenlijk snel kunnen wegzetten. Zoals alle overige kussens. Eigenlijk mijn hele toren waar ik normaal op lig. Hebben we in de... wieg gelegd die ik nog steeds niet weg kan doen. En ik ben dus nu bezig om het bed een beetje mooi te stijlen. En dat gebeurt nu onder andere door het strijken. Dus dat ga ik even doen. Wat je allemaal niet doet voor een mooie foto. Zo lastig, hè? Neer, zet je hem recht op. Ik doe het ermee. It's beautiful. Zo, nou, Jesse heeft zijn eerste slaapje gedaan. Hij had er in het begin nog niet heel veel zin in. Het is inmiddels 2:00. Het huis is al zo goed als aan kant. Het wordt af en toe nog een beetje spulletjes schuiven, zoals al die, voertuigen van Jesse. Als we de foto's gaan maken. Jesse is nu wakker, dus ik ga naar bed halen en dan denk ik dat we richting mijn moeder gaan. Dan kan hij daar even spelen, zodat wij op ons gemakje met de fotograaf aan de slag kunnen. Wie hoor ik daar? Wie hoor ik daar? Ik hoorde iemand huilen. Hey Poepie. Hey Poepie. Hi. Hi. Goedemiddag. Ja. Dag. Hi Poepie. Met je mooie rode wangetje. Kom je eruit? Hé?
Zo, dat is een groot gaapie. I love you. Kom, ik ga eruit halen. Zo, Jessie is weggebracht. Zet is ook thuis inmiddels. Hallo. Hey. Jij denkt ik ga gelijk met Ziggo aan de slag. Ja, nee, dat moet niet. We zijn er weer een nagangen zo meteen, maar... Het gaat weer niet zoals je wil natuurlijk. Nou ja, ik kan hem aansluiten, maar ik heb daar geen aansluiting. Dus ik kan hier, we kunnen in ieder geval de wifi waarschijnlijk wel aansluiten. En dan zullen we voor de tv een kabeltje moeten leggen zolang. Ja, we gaan nu geen plinten meer loshalen en zo. Dus, Nee. Het zijn maar kabeltjes. Ja, oké. Okay. Is het niks anders op? We hebben weer internet. We hebben weer internet. In ieder geval. We hebben weer tv. Alleen het aansluiten van de tv gaat nog niet zo makkelijk, maar... Dat komt helemaal goed. Kamer is niet normaal. Nee ja, ik wist helemaal niet dat er een verschil was tussen UTP en Kai aansluiting. En het schijnt dat Ziggo heeft Kai volgens mij. En die anderen hebben allemaal UTP. Of juist weer andersom. Nou, maakt ook niet uit. We zitten in ieder geval in de slaapkamer. En we hebben Netflix. En dat is al super chill. En verder de foto's gemaakt. En ik heb eindelijk het geld terug van Tui. Super tof. Daar ben ik blij mee. Een maand op gewacht. Meer dan een maand. Ja, 2,5 maand. Vanaf zeg maar het afnemen van de test. Ja, dat is waar. Ja. Maar het is binnen, dus dat is ook weer afgesloten. En ja. Binnenkort thuis op Funda. Echt super spannend. Het is een bijzondere tijd. En weer allemaal nieuwe maatregelen, dus we zijn weer een beetje terug bij af. Ja. Ik doe niet meer mee. Grapje. Ik doe niet meer mee met niet meer meedoen. Nee. Nee ja, we houden ons er maar weer aan, hè, zoveel mogelijk. En, ja. Als je nou eens een keer in je vuistje hoest, wees dan gerust. Wij gaan niet zeiken. Net als niet zoals de rest van alle azijnzeikers. Als, hoe heet ze ook alweer? Irma. Irma een keer in haar vuistje hoest, dan is het gelijk de wereld te klein. Ja. Allemaal niet zo kinderachtig doen, wees lief voor elkaar. Wij gaan lekker slapen. Ja. Het was weer... een mooie avontuur, dus vond je het weer een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren zodat je alle video's meekrijgt die we uploaden. En voor nu zeggen wij tot de volgende. En heel erg slaap lekker. Ja. Weer heel erg bedankt voor het kijken, dat wou je zeggen. Ja, dat wou ik zeggen. Dat heel erg bedankt voor het kijken en slaap lekker, dat wou ik zeggen. Weet het, kan in jouw hoofd kijken. Ja, af en toe. Was het maar zo. Jij mag dat. Was het leven een stuk makkelijker. Oké, ciao! Vind je mij moeilijk dan? Vind je mij ingewikkeld dan? Nee, poppy. Oké. Ciao.